Goedendag, aanstaande zaterdag is het tijd voor Glory 62 in Rotterdam. En dat wordt anders dan de vorige keer in de hoofdstad. Want er komt eindelijk weer een 8-man zwaargewicht toernooi. En de winnaar mag het opnemen tegen de Glory kampioen. En dat is natuurlijk Rico Verhoeven. En een van de belangrijkste deelnemers die zit naast mij op de bank. Jamal Ben-Sadiq. En daarnaast staat Amsterdam degene die het op gaat nemen tegen de Rus Kornilov. En bij winst reserve staat voor het toernooi. Roel Mannaert van Mejero Gym. Heren, welkom aan jullie allebei. Dankjewel. Ja, Jamal, laten we even met jou beginnen. Ben je er een beetje klaar voor? Ik ben er wel klaar voor. Ja. Ik denk dat ik morgen nog mijn laatste training heb. En dan ben ik er gewoon klaar voor. Ja, ik heb gehoord dat je een paar weken hier in de omgeving van Amsterdam hebt gebivakkeerd. Waarom was dat? Het was eigenlijk een beetje ook een beetje mentaal. Weg uit mijn vertrouwde omgeving. En dat was iets eigenlijk... Dat ik bij mezelf dacht van ik ga dat nooit kunnen. Nee. Weg uit Antwerpen en ergens anders gaan trainen. Ja. Maar ja, dat heb ik wel gedaan. Dat heeft me mentaal sterker gemaakt. En daarom heb ik ook gekozen voor Amsterdam. Een leuke stad. Ja. Maar een stad met heel veel verleidingen. Ja, heel veel verleidingen. Maar ja, ik was meer op sportschool te vinden dan ergens anders. Dus ik heb echt heel weinig gezien van Amsterdam zelf. Ja. Mijn trainers zaten er heel kort op. En we hebben er hard voor gewerkt. Je traint in Breda bij Hammers Gym. Maar Hammers Gym is Breda en geen Amsterdam. Hoe heb je dat opgelost? Ja, ik heb mijn trainingsuur een beetje aangepast. Ik deed voornamelijk in de ochtend Amsterdam en in de avond na de spits gewoon Breda. Ja, dus helemaal gewoon vertrouwd hier. Hier kon je gewoon helemaal scherp maken. Ja, wel, kijk, ik heb met mijn trainer samengezeten. Zeg maar, voordat ik hier naar Amsterdam ben gekomen, heb ik met mijn trainer samengezeten. Hebben we gewoon een goede trainingsschema gemaakt met goede tijdstippen om te trainen. Dus dat is voor mij ook makkelijker om te doen. Dat ik bijvoorbeeld niet tijdens de spits naar Breda moet gaan rijden. Nee, precies. Dat hebben we niet gedaan. Nee. Roel, hoe gaat het met jou? Jouw voorbereiding? Ja, goed. Goed. Ja? We hebben een lekkere voorbereiding gehad. Aan het begin van het kamp zijn we naar Thailand geweest. Een beetje daar het kamp begonnen. En hier afsluiten. En het is fight week, dus er hoeft niet meer zo heel veel te gebeuren. Nee. Het is lekker uitrusten, een beetje bijkomen en de scherpte houden natuurlijk. En dan zaterdag gaan we er tegenaan. Dit wordt jouw tweede Glory gevecht. Je bent eigenlijk een beetje een nieuwkomer, relatief op Glory. Hoe is dat Zeker. Voor je? Ja, is lekker toch? Helemaal als nieuwkomer, dan moet je ook weer bewijzen. Dat is altijd een lekker gevoel. En je moet ergens beginnen en lekker van beneden naar boven natuurlijk. Ja, we gaan even kijken naar jouw debuut vorige keer. Dat was in de Arena. Je vond echt een Tsjech. Ja, voor, als ik het goed uitspreek. Score. Score, ja. Daniel, volgens mij. Daar heb je de volle 3 rondes heb je tegen hem moeten knokken. Ja, hier zien we de beelden. Ik krijg even kort wat beelden te zien. Je was een beetje zenuwachtig, hoorde ik. Heb je vader nog achteraf gezegd? Ja, tuurlijk. Je wilt goed doen, weet je. En vooral op zo'n podium natuurlijk in de Amsterdam Arena. Ik heb daar zelf als klein kindje gezeten, kijken naar Badder en dat soort namen natuurlijk. Ja. En dan sta je daar zelf in één keer. En het was uitverkocht, dus dat, er was veel energie in de zaal en dat voel je natuurlijk ook. En het is goed gegaan en zelfs met de zenuw heb ik toch nog gewonnen en dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, want op het moment dat je opkomt, wat gebeurt er dan eigenlijk met je zoveel mensen voor de eerste keer ziet? Ja, ik liet het een beetje binnenkomen en dat is natuurlijk het probleem, weet je. Je moet ervoor zorgen dat je een soort tunnelvisie krijgt en er is maar één doel en dat is degene die voor je staat in de ring. En alle mensen eromheen moet je eigenlijk wegcijferen. Dat had ik toen niet helemaal gedaan en deze keer ga ik dat wel doen. En ik heb er natuurlijk van geleerd, het is een groot podium. Dus het enige hoe je die ervaring kan opbouwen is door er te staan en het te doen. Jamal, jij vecht het toernooi, hè? 8-mans toernooi, jullie waren al geplaatst. Dat is als voordeel dat je dan niet tegen de allersterkste tegenstander moet beginnen. Jij vecht tegen Tava. Tava is een jongen uit Australië. Maakt het jou eigenlijk uit dat je geplaatst bent? Is dat prettig? Ja, dat ik eigenlijk geplaatst ben, heb ik ook mee te denken aan mijn laatste wedstrijd in Amsterdam. Ja. Toen versloeg ik Marcel in de eerste ronde en dat heeft me dan de nummer 2 plaats gegeven. En dat maakt het een beetje makkelijker. Maar ja, buiten dat, we zijn voorbereid om een toernooi te vechten. Dus het is net iets anders dan een losse wedstrijd. Dus we hebben echt getraind om een toernooi te vechten. We wisten op voorhand nog niet wie de tegenstander was. Dus dan train je eigenlijk gewoon. Ja, je traint, maar je kan je niet richten op één. Maar ja, ik zit nu al zo lang in het vak. En we hebben al zoveel verschillende trainingen gehad. Met verschillende trainingsstijlen getraind en dat soort dingen. Dus het is wel een beetje makkelijk aanpassen. Ja, je zei het al, hè? De arena, laten we heel even kijken, want jij stond ook in een bomvolle arena bij Glory. En in de eerste ronde was het meteen raak. We zien hier op het scherm dat Marshall, die maakte volgens mij één fout, die je met mensen die ik niet moet doen, die wilde meteen met jou gaan knokken. En jij bent een grote, sterke kerel. En dan gaan die vuisten, die gaan heen en weer. Ja, hoe kijk je op die partij terug? Ja, ik kijk er wel
Kijk, op zich vond ik het wel een goede partij van mij. Hij had me denk ik een paar weken voordien had hij me uitgedacht bij zijn laatste wedstrijd. Dan in Denver had ik gezegd van ik wil graag die binnenzijdig vechten. En die wedstrijd wou ik ook graag. En toen belde ik gelijk mijn management op en zei ik van ja, alsjeblieft regel die wedstrijd en dan in de arena. Ja, een betere plek kan je niet hebben. Maar ik kijk er op zich gewoon met een goed gevoel terug naar die wedstrijd. We hadden er ook hard voor gewerkt. Uiteindelijk sta ik dan nummer 2 en mag ik eindelijk in het toernooi vechten. Ja. Misschien komt daarna dan wat ik van altijd van heb gedroomd terug voor de titel te mogen vechten. Ja, maar jij bent jouw eerste rondes, dan moet je altijd heel voorzichtig zijn met jou. Hè? Dan sta je helemaal in je kracht. Die vuisten van jou zo hard, je moet gewoon altijd een beetje rustig met Ben Saddik. Ja, kom, maar in het begin was het nog een beetje, hoe moet ik omgaan met mijn kracht? Ja. En ondertussen ben ik al 28. Al 28? Ja, zeker, 28. Jonge god nog. Ik voel me echt oud. Ja. Ik voel me oud ook meer dankzij deze sport dat ik doe. Maar in het begin was het van een beetje aanpassen, jouw kracht kunnen verdelen. Ja. Ik wist dat ik net iets sterker was dan mijn tegenstander en net iets meer kracht had. Maar ja, daar moet je ook goed mee overweg kunnen gaan. Want jij bent pas laat begonnen met kickboksen, relatief. Je was niet veel jongens in Nederland beginnen 12, 13, 14. Jij bent pas 17, 18? Ja, maar het komt omdat ik voordien altijd in België mijn jeugdwedstrijden vocht. Precies. En ik begon wel toen ik een jaar of 8 was met kickboksen. Maar ja, toch wel. Toen was het gewoon een beetje spelen en niet echt bezig zijn met de sport. En mijn eerste jeugdwedstrijden vocht ik toen ik denk ik 10, 11 jaar was. Aha, nou je bent gewoon eigenlijk door en door ervaren, waar heb ik het over? Ja, door en door ervaren, maar nadien ben ik wel een tijdje gestopt met kickboksen. Dat was denk ik tussen mijn 16 en 18 jaar ben ik wel gestopt met kickboksen. Ja. Omdat ik nog niet goed wist van wat wilde ik nu precies. En uiteindelijk toen ik 18 was geworden, denk ik juist daarna ben ik gewoon als zwaargewicht dan terug gaan kickboksen. Laten we even terug gaan naar de arena, want aan het einde van jouw wedstrijd, memorabel momentje, jij daagde een van je landgenoten uit, althans een van je Marokkaanse landgenoten, Badr Hari. Laten we even kijken hoe dat ging. Okay, listen. The one who calls himself the bad boy, please enter the ring. And let's give the fans what they want. I am waiting, enter the ring. It's not my choice to fight him, but if he wants, you know, I'm ready. So, let's go. Ja, en dan stond hij ineens. Is er sindsdien communicatie geweest? Ja, weinig communicatie. In ieder geval van zijn kant. Kijk, ik sta gewoon op voor die wedstrijd, dat heb ik altijd al gezegd. Maar wat ik wel een beetje raar vond, is dat hij mij eerder had uitgedaagd in maart van dit jaar nog. En uiteindelijk is het niet tot de wedstrijd gekomen dat Glory dat nog niet wou. Nee. En toen ik hem uitdaagde in de arena, schrok die een beetje, vond ik wel een beetje raar. Ja. Ik denk dat het wel een beetje acteerwerk is. Maar ja, buiten dat, ik heb altijd gezegd, ik kan niet wachten tot als die wedstrijd komt. Maar dat is normaal, want ik wil graag tegen de allerbeste kunnen vechten. En dat is natuurlijk ook waarom dat ik deze sport heb gekozen. Ik kon niet later zeggen van ja, ik ben wel gaan kickboksen, maar ik heb niet tegen iedereen gestaan. Nee. Dat is, maar nu vecht je in Rotterdam, dan heb je eerst nog een toernooi en de winnaar mag tegen Rico Verhoeven. Althans, dat is het verhaal dat gaat. Ik weet niet of dat zeker is, want ik zie een beetje twijfelachtig kijken. Gaat die wedstrijd nog komen? Gaat hij nog kickboksen? Ja. Dat weten we niet. Maar daar, zover kijk ik zelf nog niet. Ik kijk gewoon naar mijn eigen wedstrijd, naar volgende week tegen Taffa. Dat is momenteel gewoon het doel. En wat daarna komt, alles is oké voor mij. Ja, Roel, jij gaat vechten tegen een Rus. Ja. Eerst was het een Tsjech, met die moeilijke naam die we net uitspraken. Nu is het Kornilov. Ja, Je vecht een superfight, maar je staat ook reserve voor het toernooi. Hier zien we wat beelden van hem. Ja, hij is ondertussen wel een stukje zwaarder geworden volgens mij. Ja, wat voor jongen is het? Ja, een Russische jongen, een grote gozer, een sterke jongen, een stuk zwaarder dan mij. Maar wel ook een stukje langzamer, vecht veel met zijn handen laag. Heeft wel een goede linkse hoek. Dat je naar voren komt lopen en dan maakt hij een linkse hoek. Ja, wel... Ja, het is lastig om te zeggen, maar... Ja, want ik, als ik deze beelden mag analyseren, dan wil ik zeggen dat ik alles weet. Ja, maar dit zijn best wel oude beelden. Dit zijn beelden van volgens mij 2 jaar oud of zo. Hij ziet er ook even tussenuit geweest. Geen jongen die heel erg vooruit vecht? Nee, hij vecht heel erg in zijn achteruit. Ja. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dan kom ik iets meer vooruit. Nee, maar hoe is dat dan voor jou? Hoe bereid je je voor op zo'n jongen? Je vader, andere mannenaard? Ik heb mijn vader natuurlijk. Ik heb Moesie, die zit er ook bij. Moesie Akamranen. Ja, daar doe ik veel mee op de pets. Dat is ook echt heerlijk. En dat is echt een top
optreden. Hij doet het vanuit passie en dat, dat is ook heel belangrijk. En dat merk je ook echt, dat voel je ook echt. En ja, je gaat natuurlijk wel dingen doornemen. Je kijkt filmpjes, je kijkt wat is de stijl, wat doen ze. Daar ga je natuurlijk antwoorden op verzinnen. En dan is het maar hopen dat het er allemaal goed uitkomt. En als dat gebeurt, dan gaat het makkelijk worden. Is er nog iets typisch te zeggen over Russische vechters? Het zijn natuurlijk harde vechters, weet je. En, hoge pijngrens? Hoge pijngrens. Geen uitdrukking op het gezicht natuurlijk. Dus maar iedereen is een mens. Dus. Maar je hebt al wat over hem gezegd, hè? Van hij is beneden jouw niveau toch een beetje? Nou, dat heb ik over die ander gezegd. Over die ander. Over maar hem? Maar dat maken journalisten ervan. Hè? Die maken altijd goede kopies, weet je. Maar je ziet hij tegenover journalist, zeg het maar. Leg het een beetje neer. Het is een goede jongen. En kijk, op papier win ik zeker. Ja. Dat gaat ook gebeuren. Het is een toernooi, Roel. Jij staat reserve. Dat betekent dat jullie in theorie... Ja. Kunnen Ben Sadiq en Manar tegenover elkaar komen staan. Dat hoeft niet. Ja. Zij wou nou de stare down volgens mij al gelijk. Je hoeft geen stare down te doen. Maar hoe is dat? Dat kan in potentie. Ja, Kennen jullie elkaar eigenlijk een beetje? Ik zie het niet zo snel gebeuren, als ik heel eerlijk ben. Dat er iemand gaat uitvallen in het toernooi, weet je. Of echt de dokter moet ze terugroepen. Want anders, kijk, iedereen is een vechter. De echte vechters die erin staan, die willen ook natuurlijk gewoon... Die hebben getraind voor het toernooi. Ja. Die hebben zich erop voorbereid. En die gaan niet, als ze een beetje last hebben van hun scheenbeen of een knietje... Dan gaan ze echt niet stoppen. Ik stop. Nee. Dat denk ik. Dus ik zie het niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Ik bekijk mijn partij gewoon als één partij. En stroom ik ergens in, dan stroom ik ergens in. Ja, je bekijkt het per keer, per geval. Ja. Jamal, jij bent een toernooivechter 2012. Toen was het bijna een idiote idee. Het was een 16-mans toernooi. Dat betekent dat je 4 keer moet vechten. Als je 4 keer wint, dan ben je pas de kampioen. De K1, dat was vroeger volgens mij 3 keer. 2 keer de finale en dan de finale partij. Toen ben je tot de halve finale gekomen. Dat is een slagpartij, toch? Ja, zeker, want je moet je voorstellen dat ik de eerste wedstrijd tegen Errol Zimmerman vocht. Ja. Dat was net mijn tweede A-partij. Ja. En dat was al sowieso al gewoon een straatgevecht. En toen heb ik hem 2 keer neergeslagen, heeft hij mij nog een keer neergeslagen. Dus dan kom je uit die wedstrijd, wacht je weer 20 minuten in de kleedkamer. En moet je weer gaan vechten, dan tegen niemand minder als René Bonjasky. En dan nog een keer gaan vechten. En, weer gewonnen, weer naar de kleedkamer, dan staat er iemand te wachten als Daniel Guita. Dus dat was echt een avond om nooit te vergeten. Maar wat is het verschil tussen een toernooi en een superfight, wat jou betreft? Is het schade beperkt houden? Nee, niet schade beperkt houden. Want kijk, in jouw achterhoofd, al zeggen mensen van... je focust jou op één wedstrijd te koppelen, je focust jou wel op één wedstrijd. Maar in jouw achterhoofd heb je wel stiekem ergens van, het is een toernooi. Ja. Dat kan gewoon niemand ontkennen, dat is gewoon zo. En een superfight is gewoon van, ik vecht gewoon één wedstrijd en het is gewoon klaar. En ook de ontlading. Daarna, als je gewonnen hebt, kan je alle ontlading loslaten gaan. Want je weet dat je klaar bent. Ja. Ben je in het toernooi, dan moet je toch nog ergens die scherpte houden van... Hey, ik moet er straks nog eentje. We moeten nog een keer. Ja. Vorig jaar ben ik toevallig met jou mee geweest als verslaggever. Ja. Volg je in Japan het toernooi. Ja. Toen was de tweede partij. Heb je verloren. Ja, moeten we dat er nu over hebben? Nou, hoef ik niet over te hebben. Maar het geeft aan dat het toernooi echt niet simpel is. Nee, zeker niet. Je hebt er ervaring voor nodig. Ja. Ja, en dat kan je ook alleen maar leren door te doen natuurlijk. En Jamal heeft er al ervaring mee. En dat zou zeker ook wel helpen natuurlijk. Ja, maar jongens, de kampioen van Glory, zwaargewicht, is Rico Verhoeven. En we zitten nou in een situatie dat hij de kampioensbelt heeft. We weten niet, we zien hem hier achter ons. Maar eigenlijk, als je naar de oude K1 kijkt, zou de kampioen mee moeten doen aan een toernooi. Hoe kijken jullie daarnaar? Ik in ieder geval kijk... buiten dat alles, alle respect voor mijzelf, jaar kampioen, dat mag gewoon gezegd worden. Dat kan niemand ontkennen. Ja, hij doet gewoon heel goed. En het is ook niet een beetje raar dat hij niet meedoet. Kijk, je kan niet als kampioen zijn dan in een toernooi gaan stappen. Nee. Afbreukrisico. Ja, dat past niet. Laten we zeggen, als hij niet meedoet, de volgende keer gewoon een echt groot toernooi waar iedereen meedoet. Ja. Maar om nu te zeggen, Rico moet gaan meedoen met dat toernooi. Ja, dat past gewoon. Dat is ook niet, haalbaar. Of het kan gewoon niet. Nee, omdat de opzet van Glory ook lang niet zo was. Dus je kan niet verwachten van hem dat hij gelijk in die 8-mans-toernooi zit. Maar ook buiten dat, een 8-mans-toernooi is heel zwaar. Ja. Daar vallen veel vechters door de mand. Oké. Okay. En, wat wil dat zeggen? Ja, het wil zeggen dat hij misschien niet klaar is om die toernooi te vechten. Dat kan ook, dat weet je niet. Maar het is gewoon een zwaar toernooi. Een toernooi is gewoon zwaar. Want hoe kan je anders uitleggen dat Badr niet meedoet aan die toernooi? Ja, misschien moeten we dat aan hem gaan vragen. Hoe kijk jij daarnaar? Rico is de kampioen. Misschien dat Glory aan de hand hiervan nu vaker toernooien wil gaan doen. Omdat toernooien hebben we toch een warme herinnering aan, hè, uit de K1-tijd. Vind jij dat de kampioen mee moet doen?
Op een gegeven moment mogen ze wel meedoen natuurlijk. Ja. En het is wel mooi. En kijk, het is wel, de kampioen plaatst zich natuurlijk wel gelijk voor zo'n toernooi, denk ik dan. Iets in die richting. Maar het is wel mooi dat de kampioen op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon een keer meedoet. En om te laten zien wie de echte kampioen is. Tweede glory toernooi. Dat wordt een belofte. Jij bent de man van de toekomst. Jamal is nu 28. Jongens, ik vond het leuk om jullie hier te hebben. Hier zo in de Telegraaf studio. Ik wil heel eventjes jouw eerste partij. Ben je van de voorspellingen? Ik ben eigenlijk niet van de voorspellingen. Maar ik kan alvast zeggen dat ik die echt eruit ga slaan. Ja, eerste ronde gewoon? Echt heel hard eruit ga slaan deze keer. Ja, herhaling van de arena. Dat wordt een beetje wel een herhaling van de arena. Vond ik gewoon een beetje gewoon normaal. Het was gewoon drie keer acht tellen en de wedstrijd afgelopen. Maar deze wil ik gewoon zo hard neerslaan dat hij gewoon na de eerste keer gewoon niet meer gaat rechtstaan. Dat is gewoon mijn doelstelling voor... Die Rus? Winst. Winst. Hou ik het bij. Je zegt niet welke ronde. Hou ik het bij. Heren, bedankt. Heel veel succes. Dank je wel.